Een samenleving kan niet zonder pioniers. Mensen die vooruitlopen, die dingen durven te doen. In de serie Pol de Pioniers bezoeken we Nederlanders die veel hebben betekend voor de technologie. Deze week maken we een uitstapje naar België, naar Leuven om precies te zijn. Johan Dame en Vincent Rijmen bedachten het encryptiealgoritme AES. AES staat voor Advanced Encryption Standard. Dat is eigenlijk de winnaar van de competitie. Rijndaal was de werknaam. Er waren 15 submissies die elk hun eigen werknaam hadden. Het is ook zo dat Rijndaal ruimer was dan wat er nu gestandardiseerd is in de AES. Dus Rijndaal kende variabele bloklengte en variabele sleutellengte. En in de AES zit alleen nog maar de variabele sleutellengte. De variabele bloklengte is eruit. Voor de rest is het identiek, hè? Is het gewoon een nieuwe naam voor het algoritme. Dus het is een algoritme voor encryptie. Dus dat wil zeggen, data die leesbaar is door iedereen, door middel van een sleutel omzetten in een formaat dat onleesbaar is, alleen voor degene die de sleutel heeft. En het is wat in het Engels heet een blokcijfer. Dus het behandelt data blok per blok. En in het geval van AES is de bloklengte 16 bytes. Dus het splitst data op in blokken van 16 bytes en behandelt die data dan apart van elkaar, min of meer. Rijndaal is een algoritme dat je kan terugvinden in heel veel toepassingen vandaag. Natuurlijk moest Rijndaal er niet geweest zijn, dan was er een ander algoritme geselecteerd om in die plaats te komen. Dus in die zin is het misbaar. Maar moest er dan geen alternatief zijn, dus alle mogelijke transacties over internet gebruiken Rijndaal of AES ter beveiliging. Eigenlijk binnen de ICT-wereld ongeveer alles gebruikt AES behalve bankkaarten. Die gebruiken nog steeds een algoritme afgeleid van de oude standaard. DES is een algoritme dat bedacht is in de jaren 70 en dat dus qua performantie nu niet meer mee kan op de moderne processoren. Dus DES was bedacht voor de hardware die toen top was, maar die nu al lang niet meer gebruikt wordt. DES heeft ook een hele korte sleutellengte of paswoordlengte, wat maakt dat er nu triviale aanvallen op bestaan. Er bestaan dan ook oplossingen om de DES aan te passen aan de nieuwe tijd, maar dat maakt het algoritme nog veel trager dan Rijndaal AES. Dus men zou nu gemakkelijk 4 keer trager zijn om nog met de oude standaard te werken dan met AES. Het wordt gebruikt onder andere voor SSL. Dat is dus als je ergens op een site aanlogt met je paswoord waar HTTPS gebruikt wordt voor de beveiliging. Daar wordt SSL gebruikt. Ook voor IPsec, dus dat is een protocol om IP-verkeer te encrypteren. Het wordt gebruikt in banktransacties tegenwoordig en in draadloze netwerken, ja, wifi. VPN, onder andere dat soort dingen. De ontwikkeling van Rijndaal is in verschillende stappen gegaan. Dus terwijl ik hier nog aan mijn doctoraat bezig was, was Johan al aan het werken in de industrie. En hij botste daar op een aantal problemen, moeilijkheden bij implementaties van al bestaande algoritmen. Die hem lieten nadenken van, ja, kunnen we daar niet iets beters op vinden? En terwijl zat ik hier nog in de theoretische boeken te lezen en kwam soms oplossingen tegen waarvan Johan dan het juiste probleem wist aan te dragen. En zo hebben we dan kunnen samenwerken. Johan heeft zelf natuurlijk ook oplossingen bedacht. Maar dus je kan zeggen dat er makkelijk 4 of 5 jaar lang onderzoek is gedaan, stapsgewijze, voor we alle puzzelstukken op hun plaats hadden. En dan hebben we even geluk gehad, want wij deden dat onderzoek zonder te weten dat die competitie eraan zat te komen. Maar als we met het onderzoek bijna klaar waren, kwam ineens het bericht dat er een competitie gestart zou worden. En hadden wij dus eigenlijk 4 jaar voorsprong op de andere kandidaten, omdat die pas gestart zijn op het moment dat de call uitkwam. Dus we hebben eigenlijk eerst samengewerkt op aanvallen van andere algoritmen. Dus, en daarna hebben we pas ontwerp gedaan. Ja, wanneer is het lampje gaan branden? Het lampje gaat niet in één keer branden. Dus het is meer, je hebt een idee en dan heb je nog eens een idee en dat is gespreid over jaren. Dus eigenlijk, ik denk dat Rijndaal ideeën bevat van 1991, 92 tot en met 1996 of 1997. Dus is over een periode gespreid dat er meerdere lampjes zijn gaan branden, zeg maar.
Vooral in de wereld van cryptografisch onderzoek heeft het wel veel veranderd, want daarna zijn veel ontwerpen gebaseerd op AES en veel aanvallen zijn er ook door geïnspireerd. Dus ik denk vooral eigenlijk in de wetenschappelijke wereld dat het veel invloed heeft gehad. Het wordt ook overal toegepast nu. Dus je ziet eigenlijk in alle nieuwe protocols of in nieuwe versies van bestaande protocols zal altijd AES gebruikt worden. Dus daar heeft het ook wel impact, maar de eindgebruiker merkt er niet veel van. Dus het is eigenlijk vooral mensen die technisch bezig zijn die ermee worden geconfronteerd. We staan hier dus op een campus van de Katholieke Universiteit Leuven. Meer bepaald in de buurt van het gebouw elektrotechniek, waar Johan en ik gestudeerd hebben, waar wij ook allebei gedoctoreerd hebben. Gedeeltelijk in overlappende tijd, maar ook gedeeltelijk apart. En dus de ideeën die aan de basis van Rijndaal liggen zijn hier ontwikkeld, getest, verbeterd. Ik ben vandaag professor hier aan het departement. Ik geef les aan studenten over cryptografie, binnenkort ook over algebra aan de eerstejaars. Ik doe ook nog verder onderzoek, nu vooral naar manieren om AES veilig te implementeren in hardware, zodat er op geen enkele manier signalen misbruikt kunnen worden om het algoritme te breken. Het feit dat Rijndaal geselecteerd werd tot Advanced Encryption Standard heeft mij toegestaan om een groot deel van de wereld te zien. Want ik ben vaak uitgenodigd op allerlei exotische plaatsen om lezingen te geven. Het heeft ook geholpen om hier professor te worden natuurlijk. Ik heb er geen rechtstreeks geld aan verdiend, maar het heeft wel veel deuren geopend die anders dicht gebleven waren, denk ik. Door die hele AES, door dat te winnen, heb ik eigenlijk een heleboel vrijheid gekregen. Dus ik werk in de industrie, maar ik kan eigenlijk vrij veel tijd, en op dit moment zeer veel tijd zelfs, besteden aan onderzoek. Zelfs, ik denk, meer als in de academische wereld zou kunnen. Want ik heb geen druk om te publiceren, dus op dit moment kan ik eigenlijk niet klagen. En als we AES niet gewonnen hadden, had ik dat nooit kunnen doen. Er is eigenlijk één cryptografisch algoritme dat ik ook graag had uitgevonden, en dat heet Trivium. En voor de rest is er eigenlijk zo niks waar ik jaloers op ben. En Trivium is uitgevonden door iemand hier ook op ESAT, Christophe de Canière, maar die werkt nu bij Google. Vlak na de competitie zei Adi Shamir, een belangrijke cryptograaf, dat AES waarschijnlijk het laatste blokcijfer zou zijn dat wij kennen. Omdat als we nu al kijken hoe lang het duurt om de DES overal uit te halen en hoe nog veel meer toepassingen er nu zijn van AES, en dan zou ik kunnen zeggen, men gaat er nooit in slagen om het nog overal er terug uit te krijgen. Dus het zou kunnen zijn dat het voor altijd blijft bestaan. Altijd is natuurlijk lang, hè? Maar ik denk dat het toch nog zeker 50 jaar zal in allerlei producten zitten. Volgende week gaan we naar Jaap Haartsen. In de jaren 90 bedacht hij als werknemer van Ericsson de Bluetooth-technologie.